En van Sigia Jongbloed, fysiciste, mooi maken, gaan wij naar Bert Lamaker, acteur en producent. Ja. Ja. Wat produceer jij zoal? Nou, soms evenementen. En dan kleine evenementjes of hele grote van een etmaal. Evenement van een etmaal? Ja. Is dat heftig danswerk? Ook. Nou, je moet je voorstellen dat er iemand naar me toe komt die zegt van... nou, ik ben 33 jaar getrouwd dit jaar, dat willen we vieren. Ja. Ze waren gelukkig net op tijd, anders was het dit jaar geweest misschien. Wij willen met 88 mensen 's ochtends in Katwijk aankomen... en dan de volgende dag gaan we weer weg. En zorg maar intussen dat het leuk wordt. Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En dan ga je aan de slag. Ja, want hoeveel mensen doe je dat? Dat doe ik alleen. Dat doe normaal. Nou, om het te verzinnen, doe ik alleen. Echt waar? Ja. Dan ga, ik met hun praten en dan kijken wat zij leuk vinden en wat goed past. Mm-hmm. En ook een paar absurdistische elementen erin. Wat niemand verwacht. En dat het een mooi geheel wordt. Iets absurdistisch. Dat doe je ook. Dan als acteur? Dat doe je ook zelf? Nee, ik doe niet alles zelf. Dus ik huur een heleboel in ook. Aha. Dus ik doe dat. Wat, ja. Wie huur je allemaal in? Wat voor disciplines? Ik heb 7 locaties geboekt dan. En er komen dan in de eerste locatie is alleen maar taart en koffie. Mm-hmm. Dus dat is redelijk makkelijk. Dat komt in de locatie zelf. Ja. Maar er moet personeel voor zijn. Tuurlijk. Ja, je gaat ook niet zelf die taart bakken. Nee. Nee, precies. Nee, ik doe niet alles zelf. Nee, ik bedenk het wel. Ja. En bij de volgende locatie was een kerk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waar ze getrouwd waren. Nee, waar ze zouten. En daar gingen ze, daar kwam een zangeres en één pianist. En zij zong 2 mooie nummers. En toen zat iedereen meteen met tranen. Ik dacht, nou, de rest van de dag is eigenlijk... Het is nu al goed. Is dat klaar? Het is nu al goed. Oh, ja. Wat een gaaf vak, zeg. Heel leuk, ja. Ja, maar ook een vak. Maar dan komt iets niet elke dag, hè? Nee, dat begrijp ik. Maar ben het is wel een jaar vak. Mee bezig. Ja, dat bedoel ik. Het is ook een vak wat zich als een olievlek dan uitbreidt naar allerlei andere mensen. Ja. Ja, daarom is het ook heel moeilijk tellen voor mij, hoor. Ja. Als je dat meetelt, dan zit je zomaar... Ik had net toevallig Bert van mijn zoon van de Boer aan de telefoon. Ja. Een grote cateraar. Die heeft al die locaties beketerd, zeg maar. Die zitten nu allemaal thuis, die mensen, die kunnen niks. Ja. Dus ik vroeg nog even aan hem, hoeveel mensen van jullie waren er op die dag bij? Dat waren er 70 ongeveer. Zo, ja. Dan telde hij nog niet de koks mee die het hadden voorbereid. Mm-hmm. Dus ja, dan is het een paar honderd mensen die voor die dag, zeg maar... En hoe is dat nu met jou? Zit jij nu ook thuis, stil? Zit je te rummikuppen? Ja. Nou, ik heb een dochtertje van 5, dus wij doen andere dingen. Maar ja. Nou, daar kan je jong mee beginnen, hoor. Cijfers en letters. Nou, ik ben zelf niet van de spelletjes. Nee? Ben je geen spelletjesvader? Nee. Joh, wat doe je dan? Zingen, dansen. Ja? Oh, leuk. Ja, dat doen we. Er is zij nogal van, dus dat doe ik gewoon dapper mee. En lesgeven natuurlijk. Dus de school die stuurt via de iPad. Ja. Gaat je dat goed af? Nou, dat stelt niet zoveel voor. Dat is vaak knutselen en iets leuks maken. En maar goed, je bent creatief, dus dat, ja, hoor, ja. Dat lukt wel, ja, denk ik. Dat vind ik wel leuk. Ja. Mis je het? Je werk? Tuurlijk. Hm? Ja, de eerste 2 maanden denk ik van... nou ja, dat is misschien ook wel prettig om niet 2 keer in de week... helemaal naar de Efteling te hoeven rijden om daar Klaas Vaak te spelen. Mm-hmm. Maar na 2 maanden dan wordt het wel... nu is het al klaar. Ja, en we hebben Klaas Vaak wel nodig, hè? Zeker. Ja. Zeker. Daar vergissen we ons nog wel eens in. Dat is een van de dingen die ik doe. Ja. Nu al bijna 10 jaar. En tien jaar meer? En daarnaast deed ik afgelopen... Ik zag toevallig Laurens, ik weet niet of jij hem had, Laurens ten Den. Nee, die is net geweest, denk ik, of ik kom nog. Ik zag net een filmpje van hem. Hij was betrokken ook bij de musical Oliver in Enschede afgelopen december. Daar was ik vegan bijvoorbeeld. En dan ben ik alleen maar acteur. Ja. En, dus heel divers wat je doet. Het is heel divers, ja. Maar als je dan nu thuis zit en waar je onderhand wel meer dan genoeg van hebt, zoals hoeveel, hoe kijk je naar de toekomst? Nou, daarom ben ik hier. Ach, oké. Kijk. Vertel. Nou, omdat het was heel fijn om eventjes alles te stoppen, eigenlijk. Mm-hmm. Want als zelfstandig ondernemer hou je heel veel ballen in de lucht. Ja. Heel veel potjes op het vuur, zodat er altijd wel iets doorgaat. En als alles op een gegeven moment stopt... Dan is dat eerst heel fijn. En dan op een gegeven moment denk je van... nou ja, oei, de huur moet ook betaald worden. Ja. En natuurlijk heb je een buffer, want je bent zelfstandig ondernemer. Maar na een periode denk je van... nu moet er toch wel weer iets gebeuren. Ja. Dan krijg je van de overheid gelukkig een aanvulling tot €1.500 per maand. Daar kan je in ieder geval eten van kopen en een beetje van de huur betalen. En... de volgende periode, de volgende 3 maanden, krijg je nog maar €1.500.
En wordt het inkomen van je partner ook meegerekend? En toen dacht ik, ja, nu gaat er iets scheef, want mijn vrouw die werkt, heeft een halve baan bij de gemeente Utrecht, dus die werkt al gewoon door. En die verdient 1500 euro per maand. Nou goed, dan moeten we het van 1500 euro doen nu. Ja. Dat is te weinig. Ja. Dat gaat gewoon niet. Nee. Hoe ga je dat oplossen? Dus ik dacht, nou, dan ga ik bij de GGD werken. We zijn een creatieve, hè, dus dan gaan we gewoon in, daar hebben ze mensen nodig voor contactonderzoek doen. Dus ik heb me daar opgegeven, dat loopt nu, dat proces. Maar ze vragen daar een commitment van 6 maanden. Want ze investeren, je moet 2 dagen opleiding. En dan ga je minimaal 24 uur per week ga je aan de telefoon zitten met mensen. Ja, betekent dat straks de boel weer gaat rollen, dat je dus niet op de juiste manier voor de volle 100% je eigen vak kan uitoefenen. Nou, sterker nog, als er straks een vraag komt van kun jij dan moet ik straks misschien nee zeggen. Ja. En daar ben ik niet de enige in. Ik heb ook een groepje lakeien, dat bestaat nu bijna 30 jaar. Dit groepje lakeien? Ja. Doe maar. Lakeien voor feesten en partijen. Ja. Is heel als grapje ontstaan 30 jaar geleden, bijna 30 jaar geleden. En die zijn van die evenementen afhankelijk ook. Ja, ja. Ja. Maar ik ben afhankelijk van 15 jongens ongeveer die ik kan bellen daarvoor. Die ik ken, die dat goed kennen. Die al die liedjes kennen, die dat zo uit de mouw schudden. En meerstemmig, geen enkel probleem. En als ik die over 1, 2, 3 maanden ga bellen, dan kan het heel goed zijn dat er sommigen zeggen, sorry, ik werk nu in het onderwijs, sorry, ik zit nu in de zorg, het gaat niet meer. Ja. En dat vind ik heel kwalijk. Ja. Je raakt je eigen keten kwijt op die manier. Ja. Nou, de cultuur die we hebben, zeg maar, die brokkelt daarmee gewoon af. De ervaring die er is, die gooi je gewoon weg daarmee. Ja. En de vraag is of dat erg is. Nou, ik vind het wel heel jammer. Ik denk dat het antwoord wel ja is daarop, toch? Ja, wat mij betreft wel, ja. Ja, en dus wat zou je oplossing zijn? Wat zou je voorstel zijn? Nou, dat je de regeling zoals die eerst was, gewoon al 3 maanden doortrekt. En dan kun je tenminste kijken, van dan kun je iedereen een beetje in zijn eigen vakgebied houden. Mm-hmm. En dan weten we over 3 maanden weten we hoe de situatie dan is. Ja, weet je, als het dan nog steeds zo is, ja. We moeten ervoor zorgen dat het vak niet afbrokkelt. Nee. Ja, duidelijk. Voor hoeveel mensen ga je tekenen? Die lakeien zijn ongeveer 15, wat ik zei. Die heb ik al even gecheckt. Ik zeg, ja, doe maar, want ik heb hem nog niet op een andere manier opgegeven. Bij Klaas Vaak, dat zijn er 12. En wat die evenementen groter... Die musical, dat heeft Laurens al gedaan, neem ik aan. Ja. Dus dat zijn iets van 60 mensen of zo, denk ik. Ja, nee, is niet waar. Het zijn 30 mensen. 30 professionals, zeg maar, 30 kinderen. Dus dan moeten we 30 rekenen, denk ik. Ja, en we zitten al met die 12 en die 15, zei je toch eerder? Ja, nou, we gaan toch wel de goede kant op dan. Vind ik ook. Maar als je zo'n dag, zo'n evenement, wat ik in het begin schetste, meeneemt... Ja, dan zit je aan een paar honderd mensen. Ja, wat is wijsheid? Wat zullen we doen? 100. 100? Voor het evenement doen we 100. Ja, 150? Ja, kunnen we er 150 van maken? Daar durf ik me voor hard te maken, ja. Klopt dat? Kan je daar... Ik kan het laten zien. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan mag het. Dan ga jij tekenen voor 150 mensen, butla maken. En we gaan ondertussen, als jij dat gaat doen, nog even naar wat foto's kijken die je had meegebracht. Misschien zonder die te laten liggen. Je ziet iets van de musical en iets van Klaas Vaak. Krijgen we nog even een beeld? De lakeien hebben we en we hebben Klaas Vaak. We hebben gewoon hier de Klaas Vaak in huis. Ja, nou dat 150 mensen, ik zie het al. Dat is terecht. Edgar, waar sta je? Kan je niet vinden? Ja, onderaan is nog heel veel, maar dan moet je op je knieën. Ja. Nee, ik wou even bij mijn broer staan, maar dat... Oh, waar staat hij? Oh, die kan je niet zien natuurlijk. Ja, ik weet het moet ergens hier zijn, maar het is te moeilijk. Ik teken er wel even onderaan. Kijk eens, zo is dat. Dankjewel, Bert. Alsjeblieft. En heel veel sterkte.